Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag speel ik Wizard Stable, zoals gemakkelijk. En ik heb weer even een paar licht verzameld en er was dus weer hier één. Maar kijk, ik vind het altijd zo creepy, gewoon dat dit helemaal zwart is. Maar als je dan gaat kijken, dan zie je gewoon dat daar ook een wereld is. Als je daar even naar beneden gaat, dan je zag het. Nu zie je dat het allemaal water en zo is. En nu wordt het weer zwart. En dat vind ik zo weird. Oh, zag je dat? Jullie zag daar toch ook een licht? Wacht, gaan we daar even naartoe. Wacht. Waar was die licht? Ik zag hier een licht. Ja, daar! Oké, daarachter is hij. Oké, daar moeten we naartoe. Oké, laat ik dan eerst even hier weggaan. Oké, lukt niet zo goed. Oh, ja, daar is hij. Oké. Gaan we even dat licht pakken. En ik dacht, misschien is het zo meteen ook even leuk. Het duurt nu nog 3 kwartier volgens mij. Ofwel, onderhand wel korter denk ik. Maar om even een kampioenschap mee te doen. Dat is misschien ook wel leuk. In plaats van alleen maar wedstrijden en zo te kijken. Ik denk dat trouwens... Ja, zal ik die gelijk pakken? Of zal ik die zo meteen pakken? Want... Oh, ik ben ernstig gewond. Ik word teruggebracht naar stal. Nou, dan pak ik die even later. Zo, ik heb ook even drinken bij me. Dus misschien hoor je me af te wel even drinken. Maar ik heb dus... Misschien hoor je het ook wel. Ik heb heel erg pijn aan mijn keel. En daarom drink ik dus af en toe een beetje. Om het een beetje niet zo heel erg droog te houden. Oké, gaan we even naar het dorp Veelheel. Gaan bekijken, want ja, waarschijnlijk zijn dit ze niet, natuurlijk niet allemaal. Maar wie weet. Misschien is het denk ik wel allemaal. Net als je 3, 4 bloemen moet pakken, maar er zijn er 8 bloemen. Dat ik denk van, oké. Niet heel erg logisch. Maar oké. Ik dacht echt zo van, waarom wordt mijn rug in één keer zo warm? Maar er schijnt gewoon zon op. Ja, ik had wel een klein beetje pijn in mijn rug. Ja, ik word echt zo'n oud omaatje. Ik krijg pijn in mijn rug. Maar er staat niet van wanneer je ver genoeg bent. Dus dat vind ik wel jammer. Zullen we hier anders even paardjes kijken? Oké, dit zijn al die winterpaarden en zo. Ik wil echt wel eigenlijk een halflinger. Ja. Ik wil een halflinger. Oké. Wat even hier nog? Oh ja, dit paardje heb ik. Dit is Big 3. Maar die kost echt heel weinig. Zodat die op zich nog best wel leuk is. Maar waarom staat die eigenlijk bij de winterpaarden? Ja, en deze ook. Waarom staan die bij de winterpaarden? Want hun zijn helemaal geen winterpaarden. Nou ja, het zal wel. Ik ga even, denk ik... Ja, ik ga denk ik even naar mijn eigen stal. En dan ga ik vanaf daar naar... Sorry, geen werk denken, maar naar de rijhal denk ik. Dat is denk ik wel chill. Want dan kan ik via daar even kijken nou waar dat ene paars licht vandaan komt. Want daar zie je dus dat paars licht. Waarom doet hij niks? Oké, wacht even een rondje. Zo. En dan moeten we hier naar Rijal. Ik drink weer even iets, maar misschien kan ik... Ik ga sowieso in een andere video hoor, want ik ga niet 45 minuten of bijna 45 minuten filmen. Um,
Even kijken waar die is. Waarschijnlijk hier achter. Ergens kan je het wel zien, denk ik. Dus dan gaan we even daar kijken. En zo die mijn laptop begint soms echt in één keer heel hard te tieren en zo. Dat is zo vervelend. Waar is hij? Die zag hem hier toch eerst ook? Of ben ik nou gek? Kom naar de overkant. Nee! Maar waar is hij? Nou, dit vind ik niet leuk. Dacht ik eindelijk weer een ding te gevonden te hebben. Blijkt niet dat het helemaal niks kan. Wat is het die helemaal? Shitje. Oké, gaan we even hier kijken, want misschien ziet hij hier al beter. I don't know. Oh, ja, daar val ik weer. Ja hoor, met paar triptum. Wee, ja. Kon je daar nou echt niet overheen? Serious? Shit, je bent de levende berg van gegaan. Oké, even kijken. Zien jullie ergens dat paarse licht, of? Shetje mina. Is misschien daar het paarse licht? Wacht, dan gaan we even kijken.